Vandaag in Kijk op de Rivierenwijk wordt de nieuwe keuken geopend in de Venen. Maar eerst de herdenking van het Twenteldrama. Het Twenteldrama is de gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog waarbij op 10 april 1945 zeven verzetstrijders in Deventer om het leven kwamen. De verzetsbeweging in Deventer bestond voor een groot deel uit jongstudenten van de toenmalige koloniale landbouwschool. 8 van deze verzetsmensen hadden zich in het magazijn met olieproducten van de Twentel smeerolieindustrie verschanst met als doel één van de bruggen over het Overijsselse kanaal te verdedigen. Er werd verondersteld dat de Canadezen die zouden gebruiken voor de bevrijding van Deventer. Achteraf bleek dat de Canadezen helemaal niet van plan waren om langs die zijde Deventer binnen te vallen. In de nacht van 9 op 10 april ontstond er een vuurgevecht tussen de verzetstrijders in het magazijn en een groep Duitse soldaten bij de brug, waarbij een hevige brand in het magazijn ontstond. 2 van de verzetstrijders kwamen in de vuurzee om het leven. 1 wist echter te ontsnappen en is gevlucht. 5 zijn er in de morgen door de soldaten afgevoerd. Op dezelfde dag, slechts een half uur voor de bevrijding van Deventer, zijn deze 5 op de Snippeling in Deventer gefusilleerd. Jaarlijks wordt dit drama herdacht bij het Twentemonument aan de Snippelingsdijk door leerlingen van basisschool De Snippeling. Zo ook dit jaar. Masje draagt een gedicht voor naar de toekomst. Naar de toekomst. Wij zijn nog jong, op de toekomst gericht. Hopen op een wereld met een menselijk gezicht. Wij horen van oorlog die zoveel narigheid bracht. Waarin vrijheid van mensen werd vertrapt en werd veracht. Ook nu kan het gebeuren dat onvrijheid mensen knecht, geweld en dwang hen overheersen. Met de liefde en het recht. Wij leven hier met medemensen van allerlei geloof en ras, cultuur, taal, kleur, gewoonten. De hele wereld in één buurt en klas. Nooit willen wij meer oorlog. De beste weg die voert daarheen is onze zorg voor vrede en vrijheid voor alle mensen om ons heen. Hier neer willen leggen.
blijf zijn drums. Dit. Wist. Gisteravond was het moment daar. De nieuwe keuken van Activiteitencentrum De Venen werd geopend. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om van de oude keuken, die niet meer voldeed, een hypermoderne keuken te maken waarmee men weer een tijd vooruit kan. Tuco Saathof heeft het voortouw genomen in de realisatie van deze keuken en hij mocht dan ook de keuken officieel openen. Nou, dat wordt mooi. Hey, deze gaan we kijken. Gewoon hard steken. Hallo. En dan loop je lekker door. Nou, Duco, ben je blij met het resultaat? Hartstikke blij. En ik ben ook blij dat het af is. En ik heb op het ogenblik niet zoveel tijd meer, omdat mijn vrouw ernstig ziek is. En de keuken nu zover klaar is. We hebben nog wel één klein probleem. En dat is, we komen nog 3500 euro tekort. En ik hoop dat de gemeente, of Raster, of Rentrij, of de wijkaanpak, bereid is om allemaal nog een paar cent in hun zakje te doen. Om het laatste restant ook nog voor elkaar te krijgen. De keuken is voornamelijk bedoeld voor kookgroepen om daar kooklessen te krijgen. Dit is zowel voor de jeugd, jongeren als ouderen. Maar daarnaast kunnen ook andere groepen gebruik maken van de keuken, zoals het seniorencafé. Hoe zagen de afgelopen maanden er eigenlijk uit? Hectisch. Van bouwondernemingen, verschillende, naar keukenboeren, naar... Ja, wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Het totale pakket werd op een gegeven moment door een firma aangeboden. En dat bleek dus ver boven de prijs te zitten. Toen heb ik via kennissen en al dat soort mensen ben ik aan EMC gekomen. En die heeft een prijs gemaakt en daar konden we mee leven. Nou, geweldig hè. Ja, echt fantastisch. We hebben nu heel veel mogelijkheden nu. We hebben een prachtige steamer, 6 pitten en ja, gewoon geweldig. Ja. Duco heeft een hoop betekend hè, om deze keuken te realiseren te krijgen. Hè? Ja, echt wel. Ja, echt enorm. Ja, dat is onze rots in de branding met alles hoor, ongeacht wat er maar is. Duco die doet het voor ons en ja, het is gewoon geweldig. Het eindresultaat is ook schitterend. Dus, En vandaag help je in de keuken. Wat gebeurt er allemaal precies? Wat staat er bijvoorbeeld op menu? Nou, helpen in de keuken. Ik vond het een hele uitdaging om nou echt voor een hele grote partij te koken. Omdat je nu de mogelijkheden daarvoor hebt. En het menu is nu aardappeltjes, ijsbergsla, rode komen appelmoes, een lekker balletje gehakt en heel veel gezelligheid. Wilt u zelf eens een kijkje komen nemen in de keuken? Elke woensdag kunt u voor €2,50 mee eten.